coronapandemie, Nederland in greep. Hoe zit dat bij jullie op school? Hebben jullie daar erg veel last van? Hebben jullie er erg veel last van? Is op zich een lastige vraag. Natuurlijk hebben wij er last van. En wij doen ons best. En we doen een groot beroep op de flexibiliteit van onze collega's. We zijn met elkaar erg goed bezig op het onderwijs. Ondanks de mogelijkheden, de beperkingen en mogelijkheden die je hebt, toch zo goed mogelijk vorm te geven. En ik ben hier 1,5 jaar geleden begonnen als directeur zijnde. En ik moet zeggen dat ik het heel mooi vond zien. Ik had dus de eerste lockdown had ik niet meegemaakt op deze school. En ik vond het heel mooi te zien hoe de windvoek vorm gaf aan de tweede lockdown. En waarbij er dus plannen gewoon klaar liggen. Die worden bijgesteld om het onderwijs, ondanks de beperkingen die er gelden, zo goed mogelijk door te komen. 100 leerlingen hier op school zitten, 520 zelfs. Dat klopt. En dat betekent dus dat je dus veel klassen hebt en veel onderwijzers en onderwijzeressen. Dat klopt. Hoe zit dat met de pandemie van de corona? Nou, dat is inderdaad ook een... je probeert het organisatorisch zo goed mogelijk voor elkaar te maken hier op school. En op het moment dat we nou met elkaar spreken, hebben we 6 groepen die in quarantaine zitten. We hebben ook een aantal collega's die zijn uitgevallen door ziekte of die in quarantaine zitten of zelf positief zijn getest op het coronavirus. En tot nu toe hebben we eigenlijk alle groepen nog bemenst kunnen houden. We hebben dus wel groepen in quarantaine laten gaan, maar we hebben nog niet, doordat we geen vervanging kunnen vinden, voor de groepen naar huis moeten laten gaan. En dat is eigenlijk iets waar we met elkaar best wel trots op zijn. Je praat over groepen. Betekent dat het hele klassen zijn of zijn dat gedeelten van klassen? Nou, ik zal het een klein beetje toelichten. Op het moment dat er een positieve besmetting in de groep is, wordt dat door ons geregistreerd in een systeem dat wij daarvoor ontwikkeld hebben. En als er 3 besmettingen zijn of meer dan 3 besmettingen, nemen wij contact op met de scholenteam van de GGD. Die gaan kijken of er de besmettingen van de kinderen met elkaar in verband kunnen worden gebracht. En op het moment dat ze met elkaar in verband worden gebracht, kan de GGD een quarantaineadvies geven, waarop wij dan besluiten het advies te volgen en de groep naar huis te laten gaan. Dan hebben wij een protocol voor opgesteld dat wij de groep 1 dag een overgangsdag geven, zodat wij de 2e dag op een afstandsonderwijs kunnen overschakelen met de leerkrachten en de groepen. Ervaring hebben met digitaal onderwijs? Ja. En als je dat nog vergelijkt met de pandemie van nu? Je ziet gewoon, hè, wat ik net ook zei, in de eerste lockdown was er een plan geschreven, in de tweede lockdown. En je bent als schoolteam steeds bezig het plan te evalueren en bij te stellen. En je ziet gewoon dat de collega's steeds beter uit de voeten kunnen met het afstandsonderwijs. Je merkt gewoon dat er een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van de collega's. En heel veel collega's zijn bereid om extra te werken, een keer te schuiven met een collega, zodat een andere collega weer voor een groep gaat. En je merkt gewoon dat het wel zijn impact heeft natuurlijk op het welbevinden ook van onze collega's. Want het is wel... het is wel steeds harder werken om de kinderen goed te kunnen bedienen van goed onderwijs. Discipline van de ouders met betrekking tot de discipline. Nou, de quarantaine bedoel ik. Sorry. Ja, wat ik heel fijn vind, we hebben bijvoorbeeld bij het opstellen van een interventie voor de NPO-gelden, zijn we ook gesprekken aangegaan met ouders om te kijken wat hebben jullie ervaren, wat de gevolgen zijn van de lockdown voor jullie kinderen en voor onze leerlingen. En je merkt gewoon dat de ouders ook wel klaar zijn met de coronaperiode. Die zien natuurlijk ook liever dat de kinderen gewoon naar school gaan. Maar ze zien wel dat er ook veel begrip is en dat ze zich wel kunnen verplaatsen in hoe het voor een leerkracht op dit moment is om les te geven aan bijvoorbeeld de halve groepen. Of hoe het is om afstandsonderwijs te verzorgen. Hoeveel leerlingen gaat het dan die een besmetting hebben? Die nu echt fysiek besmet zijn, dat zullen er, en dat is even een ruwe schatting, om en bij de, tussen de 50 en de 70 zijn ergens. Mm-hmm. Zoiets. En wat het aantal leerkrachten betreft? Dat zijn er op dit moment 4 à 5. Daar ben ik ook heel trots op dat ik directeur mag zijn van deze school. Want ik vind dat de kinderen zich er geweldig doorheen worstelen. Door deze toch moeilijke periode. Waarbij zij ook veel moeten opofferen. Voor de leuke dingen die bijvoorbeeld met het naar school gaan te maken hebben.